Een kwart van de Nederlandse jongeren dan. Die komt met een school, van school met een leesachterstand. Om hen enthousiast te maken voor taal en lezen kunnen jongeren gratis workshops volgen om de beste trucjes met taal te leren. Dit project heet Taalbaas en schrijvers als Alex Bogers en Margje Woodrow geven deze workshops. Ja, Alex, waarom is dit zo? Waarom zijn er zoveel kinderen die achterstand hebben? Nou ja, volgens mij is er al een hele tijd is er sprake van een bepaalde leesachterstand. Alleen, nu is toch wel echt de noodklok die heeft men geluid. Ja. Dus nu is dit project tot leven gekomen, of tot leven geblazen. En heel veel verschillende schrijvers, maar ook niet alleen schrijvers. Dus ook mensen, dichters, artiesten, DJ's, Ruud de Wild. Er is een heel divers aanbod van mensen die lezen bijzonder belangrijk vinden. En die taal bijzonder belangrijk vinden. Ja. Die nu workshops geven, in contact treden met welwillende jonge lezers. Ja. Margie, jij schrijft boeken voor kinderen. Met name thrillers? Jeugdthrillers. Vanaf 12 jaar. Ja, niet te eng. Heel eng. En, ik betrek de jongeren altijd bij om met het schrijven van mijn boeken. En ze brengen me op ideeën. Ik bezoek heel veel scholen. Ja. Maar herken je dit? Is dit nou een typisch Nederlands probleem? Want je denkt, ja, de jeugd van tegenwoordig zit alleen maar online. Dus dan verlies je misschien taalgevoel. Ik heb begrepen dat Nederlandse jongeren zijn zelfs minder actief op social media dan andere jongeren in Europa. Ja. Dus dat is niet. Ik geloof niet dat alleen niet het probleem is. Nee, ik denk dat juist dat er weer meer plezier in mag komen. Dus dat er meer een positieve vibe rondom boeken, lezen, taal mag komen. Dus dat het plezier terugkomt. En het controlerende, toetsende karakter, bijvoorbeeld op scholen. Dat wat minder zou mogen. Zowel in het basisonderwijs als voortgezet. Het is niet alleen op school een probleem, het is vooral thuis. Het plezier van lezen moet je thuis zien te krijgen. Maar we hebben in Rotterdam de helft van onze bewoners zijn mensen met een buitenlandse origine. Of in het buitenland geboren. Of hun kinderen voor een deel in het buitenland zijn geboren. Ja, wat je daar ziet is dat het lezen gewoon vanuit huis niet meegegeven. Nee, maar daarom zijn de schrijversbezoeken. Hè, de schrijver in de klas, Alex, jij komt ook veel op scholen. Hè, dat maakt de drempel lager. We vertellen heel enthousiast en betrekken ze erbij. Dus dan maken we ook. Proberen we alle jongeren. We hebben er echt last van, omdat onze samenleving is ingericht op schrijven en lezen. Ja. En dat betekent dat als je solliciteert dat je een brief moet schrijven, nou, dan zit je al met een groot probleem. Maar je kunt ook je recht laten schieten. En dat vind ik nog zorgelijker. Als je niet kan lezen en schrijven in voldoende mate. Ja. Ik overweeg nu te onderzoeken. Toeslagenaffaire. Ik overweeg nu heel concreet te onderzoeken. Of bijvoorbeeld het indienen van een klacht tegen een besluit van de gemeente. Of je dat ook mondeling kan doen. Omdat we zien dat het voor heel veel mensen het dus ondoenlijk is om het in geschreven vorm te doen. Ja, dus de taalachterstand zorgt. Het is zo groot. Ja. En goed. Ik bezoek heel veel scholen, net als Margje. Ik ben een. Weet je wel, ik zeg niet dat ik het geslaagd heb, maar ik kom uit een laaggeletterd milieu. Mijn moeder heeft alleen vijfde klas gehad, lagere school. Dus dat is groep 7, net geen groep 8. Mijn vader is fabrieksarbeider, monteur. En bij ons thuis werd niet gelezen. En bij ons thuis werd er helemaal niet gesproken over cultuur, over kunst, over politiek. Uiteindelijk, ik zat op de basisschool en ik kreeg, mijn CITO-score was genoeg, maar tegen mij werd toch gezegd, jongens zoals jij, die hebben het veel beter naar hun zin op de LTS, de lagere technische school. Hm. Ik heb het uiteindelijk doorgedrukt dat ik toch naar het voortgezet onderwijs ging. Maar veel van mijn vrienden, Surinaamse vriendjes, Turkse vriendjes, die gingen toch uiteindelijk wel naar die LTS. De weg die ik heb gemaakt. Self-made man hier. Ik heb de LTS doorgemaakt. Ja. Een goede basis voor een burgemeesterschap. Hoe ben je uiteindelijk schrijver geworden? Ja, want ik begon dan iets hoger dan de burgemeester. Ik begon op de MAVO. Maar uiteindelijk heb ik ook alles moeten doorlopen, laat pas. Maar ik heb HAVO, VWO en uiteindelijk naar de universiteit. En dus uiteindelijk ben ik. Ik koos voor het schrijverschap. Ik schreef vanaf jongs af aan al. En juist dat verhaal breng ik ook op scholen. Dat ook ik had niets met lezen. Ook ik las eigenlijk geen boeken. En de boeken die ik op school kreeg, die deden me eigenlijk helemaal niet zoveel. Waar kwam die liefde dan vandaan?
Nou, ik had mijn beste vriendje was Surinaams en die was dyslectisch, maar dat werd toen nog niet herkend. En dus hij verhaspelde vaak zijn zinnen, stond vaak voor gek in de klas, vond dat vervelend. Dus hij vroeg aan mij, ga je mee naar de bibliotheek? Want hij wilde eigenlijk in wat simpelere boeken, eenvoudigere boeken, wilde hij toch die zinnen, wilde hij proberen te lezen. Dus ik ging met hem mee en daar liep ik langs de kast en vond ik andere boeken dan die ik op school kreeg. Boek van Muhammad Ali. Het boek van Muhammad Ali, de grootste. En ik hield heel erg van vechtsport. En daarin leerde ik niet alleen maar over een bokser. Ik leerde over de burgerrechtenbeweging in Amerika. Ik leerde over Martin Luther King. Ik leerde over Malcolm X. Ik leerde over waarom Cassius Clay, de jonge bokser, zijn naam veranderde en koos voor de islam. En dat zijn allemaal zaken die ik toen al leerde in een boek die mij niet op school werd aangereikt. Nee, maar en zo heb je dus zelf die liefde ontwikkeld. Maar als je dus kijkt op school, je hebt ook 15 jaar voor de klas gestaan. En jij zei ook, zodra het over technisch lezen en begrijpend lezen begint, dan gaan kinderen zuchten, dan hebben ze er geen zin in. En je zei, ik herken dat zelf ook. Maar wat kan je nou doen om ze wel mee te krijgen? Want dat cijfer, ik schrok er echt van, dat een kwart van de Nederlandse jongeren dus met zo'n leesachterstand van school komt. Ja, nou, wat je er wel aan kan doen is als docent of in de klas gewoon weer lekker gaan lezen. Dus gewoon ze laten kennismaken met verschillende boeken. Kijken wat hun interesseert en aanbieden. En ik als schrijver schrijf gewoon boeken, jeugdthrillers, die ze spannend vinden. En schrijf in hun belevingswereld en over onderwerpen waarover zij graag willen lezen. En ze denken mee en het slaat aan, want ja, van jeugdschillers, daar smullen ze van. Ja, ja. Maar toch is het alsnog zo. Sorry, maar wat wil je zeggen? Ja. Nou, ik ben zelf 5 jaar bibliotheekdirecteur geweest en ook directeur geweest van de stichting die met name de Leescoalitie onder andere heeft opgericht, CPNB. Hè. Daar kennen we elkaar ook allemaal van. Ja. En het is precies wat Margie zegt. In Nederland zitten we enorm in dat technisch en het begrijpend lezen. Maar het plezier, de lol, hè, mensen zoals de Alex en Margie, dat lees je meeneemt. En daar heeft de burgemeester echt gelijk in, dat sommige gezinnen hebben dat gewoon niet van huis uit meegekregen. Maar je moet dat gewoon met plezier doen. Kijk, het is een beetje als debatmode uit 1926, heel strak in het pak. Terwijl het wat mij betreft ver voorbij die ABBA-periode mag zijn. Ja, maar dan moet het zou het ook moeten zijn. Maar dan moet het wel aangeboden worden. Want kijk, Margie en ik, wij bezoeken heel veel scholen. Die verzoeken komen van die scholen. Dus wij houden daar ons verhaal. Ja. Maar ik heb met heel veel docenten, dus niet slechts over de docenten. Ik heb met heel veel docenten in het land gesproken. En het programma is dichtgetimmerd. Ze moeten alles er doorheen jagen. Klopt. Er is geen ruimte meer, vaak meer voor een docent of docenten om eens lekker over een boek te spreken. Ja. Veel van die docenten hebben niet eens meer tijd om zelf te ontdekken welke nieuwe boeken er zijn. Toch dus de advieslijst. Wel gebeurt, hè, dat er steeds meer docenten op die scholen gaan lezen en dat er echt gave mediatheken met mooie initiatieven zijn. Dus ik ben wel hoopvol. Ik denk dat je positieve aandacht en veel aanbod en ook docenten die het plezier, het belang van plezier inzien. Maar dat ben ik toch echt hoopvol. Ja, maar het is natuurlijk ook weer zo dat heel veel, dat hoor je toch heel vaak bij dingen dan die weer bij de scholen worden neergelegd. Van we moeten al zo heel, heel erg veel. Dus ja. Nou, de overheid moet het vak Nederlands anders inrichten. Dat kun je bij de scholen neerleggen. Dat doen wij in Rotterdam ook. Hè. Alleen daar hebben we besloten om die scholen waar het nodig is extra leertijd aan te bieden. Mm-hmm. Dat is 6 tot 10 uur in de week. Dat is echt waanzinnig veel. Ons probleem nu op die scholen is niet zozeer dat de lestijd en het geld niet aan de orde is, maar dat we geen leraren hebben. Dus dat is wel een probleem. Ja. Je kunt het best bij de overheid neerleggen op deze manier, maar dan moet de overheid wel extra lestijd aanbieden. Neerleg maar wel dat kijk, die docenten die willen wel, maar niet alle docenten kunnen. Nee. En dan moet ook de ruimte geboden worden om uiteindelijk over literatuur te spreken. Maar het leuke is dat jullie wel nu, om nog even terug te komen op jullie project, niet op school, maar wat gaan jullie dus doen? Workshops van alles om kinderen dus thuis? Ja, en het leuke is, het is echt, er is veel animo voor. De workshops zitten vol, er zijn veel aanmeldingen. Ik ga brainstormen over mijn allernieuwste thriller. Ga ik samen met de jongeren verzinnen over een jongerencamping op Terschelling. En iedereen die kan dus meedoen. Iedereen kan zich aanmelden. Het is gratis, ook is belangrijk gratis voor jongeren. En als je iets hebt met rap, hiphop, je hebt iets met taal, je hebt iets met lezen, je hebt iets met romans, je wil zelf een boek schrijven, hoe dan ook, wat dan ook. Er zijn heel veel mensen, het is een heel divers aanbod van verschillende schrijvers, artiesten die klaarstaan om met je in contact te treden. Allemaal aanmelden.
Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Nadia en Pieter. Dank jullie wel allemaal en tot morgen.